Waar is mijn auto? Dit moet ik echt even tonen. Sorry, ik vlog niet op mijn statiefje. Als ik dit zie, voel ik mij gewoon in een ander wintersklimaat. Zo mooi. Hier zijn de heldertjes gepasseerd. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog in heel lange tijd. Gisteren kreeg ik mijn vlogcamera terug en ik kon echt niet wachten om terug te beginnen. Mijn auto. Lee Sasha. Leuk. Waar is mijn auto? Ah, hier moet ik even een foto van maken. Ik wil niet gaan werken, ik wil van dit landschap genieten. Ik weet dat hier ongeveer mijn handvat moet zitten. En nu hè? Nu ben ik. Ik ben lekker heel besneeuwd. Oké, tijd om te vertrekken. Ik ben er geraakt. Wel, de baan lag er trouwens goed uit. Behalve de eerste drie straten die ik moest doen. En de parking hier. Maar ze zijn eraan bezig, dus dat is goed. Je ziet echt welke auto's er buiten hebben gestaan vannacht. Hallo, ik ben op mijn werk wat foto's aan het nemen. Als archiefbeelden, want het is hier super mooi nu. Ik ben in de Wilgetunnel met mijn camera, mijn twee Canons bij elkaar. Zou het lukken voor een Inception? Dit is eigenlijk de Wilgetunnel. Waarom heb ik mijn statiefje niet mee? Dames en heren, de Palingbeek. Echt zo jammer dat ik mijn statief niet mee heb. Anders was dit iets minder omdronken van te worden. Het begint wel donker te worden, dus ik moet zien dat ik op tijd terug aan het bezoekerscentrum ben. Anders ben ik redelijk strafbaar bezig. En ik heb ook niet echt iets aan. Tot mij niet helemaal in. Net op mijn poep gevallen en nu ga ik naar huis, maar ik denk dat mijn ruit bevroren is, dus misschien daar nog een passeer iets aan doen. Maar ik ben helemaal niet scherp. Hallo, het is nu iets voor 9 en ik ga me klaarmaken om naar mijn bed te gaan. Er ligt nog een klein beetje sneeuw op mijn ruit. Deze morgen was ik vergeten om een briefje af te trekken, dus ik ga dat nu nog even doen. Oh, dit was de tekening voor vandaag. Jammer dat we er zo weinig van konden genieten. Deze illustratie werd trouwens gemaakt door Rebecca Cool. Ik kan haar volgen uit Rebecca Cool Art. Dat was de tekening van gisteren. Met bootjes. Dit is trouwens de Flow kalender 2019. Dit is mijn outfit voor morgen. Deze superleuke broek die eigenlijk warmer is dan het eruit ziet. Zwart topje en
één van deze kleren. Dit kan. Dit is ook gemakkelijk. Ja, we gaan dit doen. Dit is trouwens een trui van de Primark. Een van mijn weinigen. Mijn kamer is trouwens echt een mes. Daar liggen er nog dingen en hier liggen er nog dingen. Ik moet hier echt eens komen opruimen. Misschien morgen. Ik ging dat vandaag doen, maar ik ben dan pas later gestopt met werken. Omdat ik eerst nog heel de Palingbeek wou fotograferen. Dus. Ja. Op mijn to-do-listje kan ik ook niet veel aanvinken vandaag. Maar het was het allemaal waard. Zelf het vallen op mijn poep en het vastzitten met mijn auto in de sneeuw. Dit is een kaart van de Primark. Deze. De Plum and Mulberry. Die ruikt zo echt super fancy. Met dit boek is de hele serie uitgelezen. Echt zo mooi. En heel anders dan in de films op bepaalde momenten. Wat dat jullie niet hebben gezien in de vlogs is dat ik ook Eclipse en New Moon heb uitgelezen. En het is nu 22:44, dus het is ongeveer tijd om te gaan slapen. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk zie ik jullie morgen weer. En doedels! Mijn neus heeft trouwens op dit moment echt koud en mijn handen ook. En dit moet ik echt eerst gaan veranderen. Maar ik ben van plan om dit weekend mijn kamer te decoreren. Ook een nieuwe donsdeken.